Lisa, ik ben Anne en dit is mijn zus. En dit... Meisje. Waar zou ik dit zouden kunnen zetten? Zitten jullie hier wat? Ja, oké. Okay. Dan is dat juist goed. Hoi, ik ben Anne. En mijn zus Lisa. Was dat met haar bruine haar? Wij gaan eigenlijk laten zien dat je niet altijd ruzie moet maken met je zus of zus. Want ze kunnen wel irritant zijn, maar soms moet je het gewoon doen. Daar gaat je gewoon kwijt. En het is gewoon super leuk om met je zus te spelen. Dus. Zullen we maar gaan beginnen? Ja! Doeg, doeg! Eerste truc! Vliegtuig! Vliegtuig! En daarna gaat het vliegtuig landen en dan gaan we eigenlijk een soort van kop maken. Maar eerst komt het gewone vliegtuigje. We gaan jullie het leren. Eerst laten we zien wat het vliegtuigje is. Okay. Je gaat op bed liggen. Nee, we laten het eerst goed zien. We laten het eerst zien, sorry. Ik zet mijn voeten tussen haar benen en haar buik. Maar je mag niet zo duwen tegen je buik aan, want anders ga je van de bed af. Ja. Ga je dan hou je met je handen zo open. En dan laat je je vliegen. Joe! En dan gaan we gevlogen. En nu kan en sommige mensen zeggen dat kleinere dat niet kunnen. Maar ik kan dat ook. Maar Lisa snapt niks van het rollende vliegtuigje. En dit was het rollende vliegtuigje. Nee, dit was het split vliegtuigje. Nu gaan we het rollende vliegtuigje doen. En daar leggen we allemaal uit hoe je ze moet doen. Ik moet rond vliegtuigje doen, want jij snapt er geen bal van. Het rondheidsvliegtuigje. Dit is het rond vliegtuigje. Dus dat is wat ik vind bij je. Want dit is het. Dat is best wel grappig, vind ik. Eigenlijk is het een soort koprol. Ja, maar dan een beetje vliegend. Oké. Nu gaan we stap 1 van de gewone vliegtuig. Het gewone tropicaal vliegtuigje. Oké. Je gaat liggen. Degene die sterker is dan die andere gaat liggen. Ik ben ook sterk hoor. Zij is ook sterk, maar beter de grote dan de kleine. Je houdt je voeten zo voor haar voeten. Zet je je voeten zo schuin tussen de buik en haar hals. Dan hou je met zo'n handen elkaar vast. En dan ga je in de spleten. En dan hou je elkaar eigenlijk zo vast. En dan laat je je vliegen. En dan vlieg je. En daar is onze neef. Ja, en mijn neef is 24. En hij heeft zelf al een huis. Kijk, ik kan vliegen. Ja? Ja. Kijk. Zeker aan mij gewonnen. Dat is echt makkelijk. En we kunnen... We waren net iets voor op je te zetten. Dat vinden we. Kijk. Let op, hè. We vliegen! Wat? Oké, dat was even een tussensprongetje. Oké. Stap 1. Voor de gewone vliegtuigen. We beginnen even opnieuw daarmee. De sterkste moet altijd... Maar ik ben de sterkste eigenlijk, hè. We zijn allebei even sterk, zou het zo zeggen. Oké, je zet je voetjes. Je gaat gewoon op je liggen. Buik van iemand. Nee. Zo'n buikje. Ja, doe zo je voeten zo schuin. Tussen. Zijn jullie een beetje gek? Tussen de hals en de buik. En dan ga je je voet. Ah ja, we vliegen! Ah. Oké. Okay. Zou ik het doen? Ja! 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 Dit gaat echt niet op YouTube. Echt wel. Dit gaat echt wel op YouTube. Oké. Jij komt wel op YouTube zo, hè? Ga je geld geven aan ons? Ga je geld geven? Nee, je moet naar de winkel. Oh.
Oké, stap 2. Het sterfkeren moet dat ook wel kunnen. Maar het vliegen, het ronddraaien, vliegtuigen kan je zeker niet. Ja! Ja, dat kan echt wel een mute nu. Ja, kom nou. Ja, je bent met een kittelen. Nou, kijk even naar mijn vingers hier, hè. Ik ben er net binnen tegen de deur al wat, hè. Oké, stap 2, ga even weg. Stap 2, ga even weg. Moet ik weg? Nee, hier gaat staan of zo. Maar dit voor. Anne, moet ik je pyjama opruimen? Ja. Ja, ja. Een beetje zo. Want anders. Ja, stap 2. Het vallen in het vliegtuig. Je gaat liggen aan degene die daar gaat staan. Het vliegtuig. Het ronddraaien vliegtuig. Lisa, vang je pyjama op. Ja, oké. Goed. Kijk, en daar komt onze Simba aanlopen. En kijk! Ah! Gekke kinderen. En nee! Oh, godverdomme. En toen nog een keer. Dat was al trucjes. Je waren nog meer dan 6 minuten in filmen. Joep! Joep! En nu de speerkoprol! 3! Ah! Speerkoprol. 3! Je moet de kin op je borst houden. Ja, dit op zijn hoofd. Ja, de kin op je borst houden. De kin op je borst als je de kop op maakt. Je moet naar binnen doen. Ja, je kin op de borst. Ga nog niet gek liggen doen. Ja. En nu dit. Kijk, eigenlijk in de beste. En nu de rotslag! 3. Nu de zweefkoppel bedoel ik. Richard! Richard! Proficiat! Richard! Richard Proficiat, hè? Ga aan de kant. Is dat niet zo moeilijk, Lisa? Kom op, Richard! Leave my pet! My pet! Where's my pet? Hey, die staat zo leuk, hè? Dat is de eigen pet, hè? Ik heb hem niet op. Ik heb mijn ogen zo! Het is eigenlijk een stoere pet, dat. Zie je? Nu heb jij geen pet meer! Ah, ik zie niks meer! Oh yeah! Oh yeah! Oh, 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 oh yeah! Oh, oh yeah! Thank you.
Heb jullie vanavond ook bij papa?